Hey, goedemorgen, middag of avond. Met deks in mijn kielzog, zo heet dat toch? Want het onweert en onweer vindt hij echt helemaal niet fijn. En wij hebben ook, is dat dan Harskamp, denk ik, vanuit Beekbergen. Dat is volgens mij zo'n oefenschietterrein. En ze oefenen heel vaak tegenwoordig en ook met, dat heb ik me laten vertellen hoor. Ik weet dus niet zeker, ik heb het niet gezien of zo, maar dat ze ook oefenen met bommen uit helikopters gooien. En honden horen natuurlijk heel veel sterker dan wij. Dus dan, ik hoor echt zo'n dof geluid en dan hoor je die hond, of die zie je echt zo. Maar goed, daar gaat deze video niet over. Waar die wel over gaat, is hoe je jezelf uit ergernis kunt krijgen. En ik ga een concreet voorbeeld geven die ik net ook weer had. En die veel voorkomt bij mensen waarbij het rechtvaardigheidsgevoel heel sterk aanwezig is. Of net als ik een waarde eerlijkheid en integriteit heb. Namelijk, ik had een pakketje besteld. En ik probeer die al om de ergernis te voorkomen bij een pakketpunt te laten bezorgen. Maar dat kan je niet altijd kiezen. En met deze ook niet. Dus hij zou hier bezorgd worden, hier thuis. En ik werk vanuit huis. Ik ben ook niet weg geweest. Alleen, ze komen in deze straat gewoon niet graag. Omdat ze voor een paar huizen moeten ze een straat inrijden. En ze moeten terrein oprijden. En ze vinden het moeilijk om te keren. En er zijn ook wel pakketbezorgers geweest die zeggen dat ze toch best wel, ja, spannend vinden dat er allemaal honden op het terrein lopen. Bijna iedereen hier hebben wel één of meerdere honden, zeg maar. En wat doen ze dan? En ik snap het ook ergens wel, hè? Want ik heb begrepen dat ze ongelooflijk veel pakketjes per dag moeten afleveren. Maar dan zeggen ze dat ze zijn geweest en dat het niet is gelukt. Maar dat is niet zo. En dan brengen ze het naar een pakketpunt. Nogmaals, ik snap de gedachtegang. Maar vandaag ook weer. Ik werk de hele dag vanuit huis. We hebben een camera. Bij ons, als zeg maar bij de poort wordt aangebeld, dan word ik gebeld. Geen gemiste oproepen. En dan wordt dus gezegd, het is niet gelukt, want we waren er niet. En dan, je ziet het, hè, dan kom ik in mijn opwinding. Omdat ik het gewoon niet eerlijk vind. Ik vind dat, het is gewoon in mijn ogen een leugen. En in de tijd van de papiertjes, dat ze het papiertjes door de briefbus deden, wat ze dus niet deden. Maar dat ik dus PostNL belde, zeiden ja, ze zijn geweest, maar je was er niet. En ik dacht, nou, dat is helemaal niet waar. Er zat niet eens een papiertje in. Dus je ziet, ik kom in een opwinding. En waar gaat het over? Het is echt een luxe probleem. Eigenlijk echt dat ik ook denk van, in godsnaam, nu in andere gebieden van de hele wereld wordt er gevochten. En ja, het klinkt misschien gek, hè, van, dat je denkt van, dat relativeert. Bij mij relativeert dat regelmatig. En denk ik, Jezus, waar hebben we het eigenlijk over? Maar waarom ik toch deze video opneem, niet omdat ik pas morgen dat pakketje kan gaan ophalen, want boeien, als het echt belangrijk was, had ik natuurlijk gewoon ook veel eerder dat moeten bestellen of ergens gewoon heen moeten rijden. Maar dat als jij, net als ik, dus dingen bijvoorbeeld onrechtvaardig kan vinden, hè, dat ik zie dat er onrecht plaatsvindt, dat het gewoon niet klopt, of dat het niet integer is of niet eerlijk is, dan gaat mijn hartslag omhoog. En dat is ook een waarde. En ik zeg ook heel vaak als ik met iemand een onderzoek doe, als het gaat om persoonlijke waarden, van waarvoor ben je bereid te strijden? Nou, dit is er eentje van mij. Ik zit ondertussen nog even naar de tekst te kijken. Nou, en wat doe ik dan om me daar uit te krijgen? Want het is ook een paar keer echt helemaal compleet niet gelukt, hè? Bijvoorbeeld, ik weet niet meer of het vorig jaar was of het jaar ervoor, was ik zo geïrriteerd elke keer over de leugens in mijn ogen. Hè? Van, het is gewoon niet waar wat jullie zeggen. Dus dan ga je bellen of appen. Nee, niet appen, chatten. En nou ja, en de manier waarop ze er dan mee omgingen. En dan dacht ik op een gegeven moment, dit verpest gewoon mijn stemming. Want als het, je kunt, stel je het maar zo voor, als je mij een tijdje volgt, hè, met die kanten in je bus, dan door die gebeurtenis, bam, wordt een kant van jou getriggerd. Ze zeggen ook vaak, niet een bepaalde gebeurtenis zorgt voor bepaalde gevoelens of emoties, maar de gedachten en de beelden die jij erover hebt. En die gedachten en beelden zorgen weer voor bepaalde gevoelens en emoties. En die gevoelens en die emoties zorgen weer voor bepaald gedrag.
En je merkt als je een deel van jou triggert, hè, dat deel dat ervoor gaat strijden en dat het niet eerlijk vindt, die kan op een gegeven moment aan je stuur gaan zitten. En dan kan helemaal je stemming omslaan. Nou, en wat doe ik nou om daar uit te komen? Dat is mezelf een vraag stellen. En dat is een heel eenvoudige vraag. En het helpt niet altijd meteen hoor. Maar wel, wat is mijn doel? In dit pakketje zitten gewoon laarsjes. Ik heb sokken aan. Zometeen doe ik schoenen aan, want de volgende klant komt. Ja. Heb ik ze nu nodig? Nee. Wat is mijn doel? Nou ja, dat ik ze van de week in huis heb. Om te kijken of ze zo leuk zijn als dat ze op de foto waren. En of ze passen. Dus wat is mijn doel? Door die vraag te stellen aan jezelf. En nogmaals, het werkt niet altijd meteen. Hè? Helemaal niet als het deel aan je stuur zit. Want dan kan die misschien zo, ja, om me gelijk te halen. Of, maar die gedachte en dat gevoel erbij, dat is niet de energie die van jouw bewuste ego komt. En de bewuste ego is, dat, is die chauffeur, hè, die aan het stuur zit. En dus dat wil niet altijd meteen. Bij mij werkt het inmiddels wel heel erg goed. Dat ik ten eerste aan mezelf vraag, wat is mijn doel? Wat is mijn bedoeling? En soms voeg ik er ook aan toe, wat is mijn intentie? En door daarmee te spelen, en nog een zin die ik dan niet zelf heb bedacht, hè, en dat is namelijk, wil je gelijk of wil je geluk? Nou, door dat bij jezelf te doen, door te trainen, door die vraag te stellen, kun je jezelf dus weer uit die emotie halen. Dan ga je dus weer ja, bewuster, doelgerichter, strategischer, hoe je het ook zou willen noemen, daarmee om. En Aaron zei de vorige keer dus tegen mij, van, want hij heeft mij dus wel meerdere keren in zo'n bui gezien, dat ik helemaal zei, ja, maar het klopt niet. Het is niet eerlijk. Het is een leugen. En daar hou ik niet zo van, zeg maar. En natuurlijk kon ik het wel nuanceren door te denken, ja, die pakketbezorger heeft misschien helemaal geen andere mogelijkheden om aan te geven waarom het niet gelukt is. I don't know. En nogmaals, waar hebben we het over? Hè? Meestal zijn pakketjes niet per se, hoe zeg je dat, primaire levensbehoeften. Je zult ongetwijfeld nog wel eten in huis hebben. Nou, hè, als je snapt wat ik bedoel. Maar Aaron zei op een gegeven moment, maar over doel gesproken. Hij zegt maar, waarom doe je niet gewoon zoveel mogelijk waar je dat kan kiezen, die pakketjes laten bezorgen bij een pakketpunt. Hè, je bent altijd wel ergens heen of dan kun je het combineren. En dat doe ik dus ook meestal. En ik heb ook wel mensen zeiden, ja, maar dan kun je toch misschien zo'n pakketbus, hoe heet zo'n ding, zo'n kast, die hebben meerdere mensen in deze straat. Maar dat is juist het niet zo grappige eigenlijk. Want dan denk je van, dan heb je een bus waar de pakketbezorgers zelf het pakket in kunnen stoppen. Maar dat doen ze niet, omdat ze niet die straat in komen rijden. Dus dat is ook niet de oplossing. Dus ik ben blij dat we zo'n ding er nou van niet hebben aangeschaft. Maar de slotsom van deze video, en ik dacht nog serieus heel even, misschien kan ik het wel in 1 minuut, nou dat gaat niet. Maar ik moet wel kijken, Dex is echt zo gespannen nu. Maar wat is je doel? En door dat te stellen, of wat is mijn doel, wat is mijn bedoeling, wat is mijn intentie? Door die vraag aan jezelf te stellen, dan fluit je eigenlijk jezelf terug. En dan ben je steeds makkelijker in staat om dat deel wat getriggerd is en bij jou in het stuur gaan zitten. En dus ook zorgt voor een stemmingsverandering. Om die van je stuur af te halen en weer door te gaan en je aandacht weer te richten op datgene wat je wel een goed gevoel geeft. Nou, denk jij nou van superleuk eigenlijk met die bus, al die verschillende kanten. Jij hebt natuurlijk ook al die kanten in je bus. En zeg je van, ik wil daar wel wat mee doen. Maar ik heb niet per se zin of tijd of geld ervoor over om daarvoor coaching te doen. En misschien denk je, ja, ik heb helemaal geen zin om de deur uit te gaan of online coaching te doen. Of ik heb ook best wel veel klanten die zeggen van ja, ik heb meer een introvert karakter. En ik hou er gewoon van om zelf met coaching dingen bezig te zijn. Dan heb ik een superleuk programma, vind ik zelf. Ik heb me heel veel plezier gemaakt samen met de groep. Ik doe meestal een soort beta start. Dan ga ik dus zo'n programma ontwikkelen. Samen met de deelnemers. Om te zorgen dat het gewoon goed wordt. Laten we het zo maar even zeggen. Dus die heb ik voor je.
En veel mensen zijn jou voorgegaan. Ik zet het linkje hieronder of erboven. Of ik weet niet op welk kanaal je dit bekijkt. Kijk maar of het wat voor je is. Als jij denkt, ja, maar ik weet het eigenlijk niet. En ja, tuurlijk, het kost een paar honderd euro. Dat je denkt, het is wel veel geld. Ik weet niet, haal ik er wat uit? Dan mail of app me even. Ik zeg erbij zoveel mogelijk. Ik reageer over het algemeen met een paar dagen pas. Ik reageer sowieso en dan ga ik gewoon even met je meedenken. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens jou een heel mooie dag. En ik ga even onze hond geruststellen.